is een leider in mijn school en we hebben hier 7 gewoontes. En daar hebben we ook een soort van boom voor en daar staan alle gewoontes bij. En die gewoontes moeten we overal gebruiken hier in de school. Ja, wij werken met laptops en met tablets. En we hebben een heel groot digibord hier. En ja, daar geeft de juf eigenlijk les op. Dat betekent dat we kinderen vragen proactief te zijn. Dat we vragen om doelen te stellen. Goed na te denken over wat je zou willen bereiken. Op school, maar ook in je persoonlijke leven. Om belangrijke dingen eerst te doen. En dat zijn de dingen die we vanuit onszelf dan gaan ontwikkelen. Met onze taallessen knutselen wij heel veel. Dus, waarom? Ja, kijk, bijvoorbeeld bij onze lessen 3... dan, dan maar moeten we schrijfopdrachten doen en dan maken we daar knutselwerkjes van. Wij zijn 4 jaar geleden met een scholingstraject gestart. In eerste instantie met alleen maar de leerkrachten. En dat traject dat is afgesloten nu. Er zijn meer scholen in Nederland die dit concept gebruiken. In de gemeente Apeldoorn zijn wij de enige die hier nu klaar mee zijn. En er is een andere school die net begonnen is.